Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 518. Straks gaan we met Gert van der Vijver kijken naar zijn zandkunst. Je hebt al een zakje zand meegenomen, hè? Een tonnetje. Een tonnetje zelfs, ja. Kijk. Dus dat betekent dat je van alles aan het kunst demonstreren. Ja, gaan we het proberen. Oké. En zo ga ik met Joop Gankema in gesprek over de komende Pinksterconferentie. En ik heb de indruk dat heel wat mensen zich al voorbereiden. Nou, koffers nu al pakken. En dan donderdagavond op naar Biddinghuizen. Ja, Biddinghuizen. Ja, nou, en Joop is er zelf al met een heel team. En het dorp Opwekking wordt gebouwd op dit moment. We gaan naar die foto kijken. Is een foto die is in een soort fotopureermachine gegaan en die herstelt zich in, ja, zo werkt dat, Gerbert. Die herstelt zich en aan jullie de schone taak om te ontdekken wat je ziet. Wat? Het is geen wie je ziet. Wat je ziet. Nee, het is, dit is geen mens. Dat is een mooie aanwijzing. En ik dacht, het was een wat zei je nou, een verfpot, handen? Hè? Ja. Het zijn handen. Ja, armbandjes. Armbandjes. Die elastieke bandjes. Ja. Ja, die elastieke. Joop, jij bent helemaal bij. Ja, kleinkinderen. Hè? Kleinkinderen. Ja, is het ook bij de kleinkinderen helemaal in? Nou, ik heb een kleindochter, daar ben ik beren trots op. En die kwam dus met dat bij ons thuis. En die was dat zelf aan het in elkaar aan het breien, zeg maar. Ja. Ja, is gewoon schattig. Rainbow Loom heet het, hè? Ja. Ze kunnen zelf die armbandjes in elkaar knutselen. En dan lees je een artikel en dan wordt er gezegd, de grote vraag is het ook pedagogisch verantwoord? Nou, wie van jullie geeft aan of dit pedagogisch verantwoord is? Ja of nee? Ja, weet je, kinderen zijn creatief bezig en geniet daarvan. Ik bedoel, exact. Dat heeft God in ons gelegd. En laat ze lekker hun gang gaan en ervan genieten. Het feit dat ze dat nog kunnen, dit is ongeveer wat ze doen, dus dat ze dat kunnen, dat is heel goed, dat moet je stimuleren. Dat de rest van de vingers ook worden gebruikt. Ja, ja, want de duimen worden alleen maar geoefend. Ja, prachtig toch? Ja. Ja, de pedagogen zijn eruit, het is beter dan een mobieltje hanteren. Ja, dus pedagogisch, dacht ik al. Ja. Verantwoord materiaal, dus mocht u zelf ook zo'n Rainbow Loom willen geven aan uw kinderen of kleinkinderen. Punneke. Ken je dat nog? Punneke, ja. Oh, pedagogisch heel verantwoord. Pedagogisch. Gelukkig wel, hè. Er wordt wat afgetwitterd in deze wereld. En we hebben een paar tweets gepakt waarvan we dachten, nou, die roepen wel iets op. En daar gaan we dan ook nog eens aan de gasten vragen. Zouden jullie die tweet doorsturen? Retweeten, zoals het heet. David Heek, hij schreef de volgende tweet. Hoe comfortabeler je leven, hoe dankbaarder je bent, zou je denken. Het is niet waar. Hoe meer je lijdt, hoe dankbaarder je wordt. 140 tekens. Wie van jullie zou dit retweeten? Het blijft iets lang stil. Ik zou dat wel retweeten. Ik denk dat het... Dat ik het deels herken uit mijn eigen leven. Ja. Maar misschien, dit is ook wel iets wat we aan studenten proberen over te brengen. En een van de goede manieren om dat te doen is om ze in contact te brengen met studenten ook buiten Nederland. Want die zitten vaak in een setting waar allerlei dingen die wij voor lief nemen niet zo natuurlijk zijn als in Nederland. Die zijn wat minder comfortabel. Zo is het. Om het maar zo te zeggen. Ja. En dan leer je dat heel veel, hoe gezegend we eigenlijk zijn zonder het te beseffen. Ja. Dus een retweet. Gert, zou je dit doorsturen? Ik twitter sowieso niet, dus dat zal ik ook niet zo snel doen. Een gezegend mens. Ja, maar ik kan me er wel bij voorstellen. Ik denk, je kan pas iets waarderen als je er een tijdje van afgezien hebt. Dus het afzien bijvoorbeeld in sporten of een wandeling maken. En ach man, door storm, wind, bliksem en je bent echt afgemat. Moet je eens nagaan als je dan zit in een warme omgeving en je krijgt dat kopje koffie. Dan ga je in één keer dat verschil. Ik denk dat je dan... Ja, dan ervaar je hem anders. Nou, dat is het. Het verschil. Je merkt het verschil. En als het leefje zo comfortabel geleid wordt... Ja, dan is het ook heel mooi om dankbaar te zijn. Maar dankbaarheid te voelen is het voelen van de ontbering eerst. Ja, precies. En dan het geluk te proeven.
Ik denk dat dat... Dus je beleeft hem wel een beetje mee, deze... Ja, maar ik vind dat tweede deel, hoe meer je lijdt, dat staat. En voor heel veel mensen is het ongelooflijk moeilijk om door het lijden heen te zien. Ja. Dat moet je realiseren. Dus ik zou niet zo snel... Ik twitter sowieso ook niet. Maar jij zou hem niet doen? Ik zou hem niet doorsturen. In eerste plaats zou ik willen weten van hoe kom je aan die wijsheid? En waar heb je dat vandaan? Heb jij het recht om hem te sturen? Nee, maar is er onderzoek naar gedaan? Of inderdaad, heb jij recht erop? En dat zou voor mij een overweging zijn om daar gewoon even pas op de plaats te maken. Oké. Okay. Ja. Een volgende tweet. Arvid Gerritsen, die schrijft... Hoofdluiscontrole op school en dochter van 6. Dubbele punt. Had de Heere God die vlooien niet rood kunnen maken... was een stuk gemakkelijker geweest. Hashtag kinderen. Herkennen jullie dit? Nou, in mijn geval, als ze rood waren geweest, waren ze niet opgevallen. Dus ik denk... Dus jij hebt dan wel weer een voordeel. Toen was ik rood. Ben ik dankbaar dat God de hoofdluis... Welke kleur? Is ze zwart of... De eitjes zijn wit, hè? Volgens mij heel donker. Ja. De eitjes zijn wit. Ja. Zijn wij uit die fase? Ik heb geen kinderen in die leeftijd. Dat scheelt een stuk. Ja, dit is... Van alle generaties. Ik zat op de lagere school in Assen. En daar hadden we ook al een juffrouw die ons controleerde. Dit gaat nooit over. En ik merk over, in deze tijd op de scholen wordt ook weer gecontroleerd. Dus het gaat altijd door. Ja, hoofdluis dan krijg je een waarschuwing. En dan kom je thuis en dan ruik je die shampoo. En dan denk je, het is weer zover. Weet je wel. Ja, jongen. En dan ontdek je dat je vrouw het heeft. Dat kan. Ja, dat kan ook. Ja, heerlijk. En dan moet je ook zelf... De mensen zitten nu ook thuis, zeg maar, krabbelend op hun hoofd. Zo werkt dat. Oké, stil. Zit stil. Ik zie hem. Zit stil. Ik heb er mooie nagels voor, dus... Je kunt ze goed... Ja, maar ik eet ze niet op, hoor. Nee? Nee. Ja, dat doen alleen de bonobo's, de apen. Ja. Als u zelf twittert en u wilt iets over deze uitzending de wereld in helpen... gebruik dan hashtag Café Tinto. Wilt u ons volgen? Dan is dat apenstaartje van 7. Apenstaartje, het is bijna zover en ik denk dat een aantal van u heel erg enthousiast is over de conferentie die komend weekend gaat beginnen. Mensen kijken er volgens mij al lang naar uit. Iemand die er waarschijnlijk ook naar uitkijkt is Robert-Jan Sterk van OM. Hij is nu aan de telefoon. Robert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Evert. En wij horen Robert-Jan niet hier in de studio. Goedemorgen, ik hoor jou wel, hoor. Er wordt ergens nog op een knopje gedrukt voor ons. Robert-Jan. Ja, goedemorgen. Iets omhoog, Robert-Jan. Ja. Een telefoon op luid zetten, dat werkt ook heel handig. Ja, ik heb ze hem zijn luid er mee staan. Bezig, hoor en van ik. Stil afhalen. Van stil afhalen. Jullie, Robert-Jan, we horen jouw lach. Je komt met een lach binnen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Het is, dit is een zeg maar met hindernissen traject, Robert-Jan. Dit belooft veel te worden. Praat ons, Joop heeft al heel veel verteld over jullie Global Village. Waarom zouden we dat moeten gaan bezoeken? Vertel ons. Nou, dat gaat eigenlijk, als ik dan even 3 jaar terug ga. Drie jaar geleden hebben we Global Village voor het eerst gedraaid in een evenement dat heet Team Street. En toen we dat daar neerzetten... Het is een reis naar het land van Harvest. Ja, toen dachten we van, joh, hier is God aan het werk. Dit zijn wij niet aan het doen. Er gebeurde iets waar we allemaal zeiden van, joh, dit is veel groter dan wij hadden kunnen bedenken. En wij denken dat deze beleving, zoals we het noemen, ja, gewoon mensen echt aan het denken zet van, joh, hey, wat kan ik doen in deze wereld? En hoe kan ik een verschil maken? En het is een ervaring waar mensen eventjes worden stilgezet bij de realiteit van vandaag. Maar ook bij hoe ze zelf in het leven staan, hoe ze zelf hun geloof ervaren en hoe ze hun geloof kunnen delen met andere mensen. En voor mensen is dat best wel een grote stap. Je merkt ook in Nederland vaak van, ja, ik wil wel evangeliseren, maar hoe doe ik dat? Of ik wil wel wat over Jezus vertellen, maar ja, daar loop ik steeds in vast. Nou, wij proberen dus met deze beleving mensen wat handvaten te geven door hun mee te nemen op reis naar het land Harvest. Maar daarna ook, want het is een beleving van een half uur, en ook een mogelijkheid te geven om daar met elkaar in een groepje van, ja, dat is bijna de helft van de ervaring, erop te reflecteren van wat heb ik nu meegemaakt en hoe kan ik hier weg van gaan met toch wat handvaten en ideeën van hoe verder.
En ons verlangen is dat we de mensen, zodra dat ze door de beleving zijn geweest, weer teruglopen naar de zendingsexpo-tent en gaan praten met welke organisatie dan ook van, hey, hoe kan ik praktisch handen en voeten geven aan mijn geloof. Dus je loopt een risico, je gaat daar naartoe, Global Village, en je komt eruit en je denkt van, ja, nou moet ik mijn baan opgeven, want OM roept of een van die andere zendingsorganisaties. Is dat het risico? Ik zou zeggen, het risico is dat je gegrepen wordt door de Heilige Geest en dat God je beetpakt en zegt van, joh, ik wil dat jij voor mij aan de slag gaat. Maar dat kan ook gewoon in je eigen bedrijf zijn, in je eigen straat, waar dan ook. Maar uiteraard ook misschien wel naar een heel moeilijk land. Wie weet word je geroepen naar Afghanistan. Mooi. Robert-Jan, ik wil het hierbij laten. Dank je wel. Joop heeft de rest uitgelegd hoe het werkt. Ik wens je een hele goede tijd tijdens de Pinkse conferentie. Dank je wel. En jullie God zegen. Bedankt. Dat is Robert-Jan van OM. Joop, het bruist van de activiteiten. Hè? Er komt zoveel bij elkaar. Als je nou teruggaat naar, het is nu conferentie 44, naar die eerste. Was er niet een gezin die bij elkaar kwam, zo ongeveer, een klein groepje? Het was heel klein, ja. Ja, 470 mensen die konden in de grote tent. Ja. De kleinste kindertent is al groter op dit moment. Ja. We haalden daar wel de voorpagina's van de kranten vanwege het aantal auto's. Dat was geloof ik iets van 250. En dat was toen in die tijd, en dan praat je 40 jaar terug, al een unicum. Dus dat kun je niet meer vergelijken. Maar weet je, daar werd wel de basis, het fundament gelegd van waar we nu staan. En dat is wel heel bijzonder. Als je kijkt, dan is het God die de mensen brengt. We hebben niet veel advertising, noem maar op. En dat doen we bewust ook niet. Het is, en je merkt gewoon dat mensen gebracht worden. Mensen verlangend zijn om inderdaad in dat weekend echt hun relatie met God te verdiepen en ervoor te gaan. En dat is gewoon prachtig om te zien. Ik heb het volgens mij al vaker aan je voorgelegd, die vraag. Maar, en hij komt nu weer in mijn gedachten. Er komen mensen uit zoveel verschillende kerken. Denk je dat de Pinkse conferentie de Nederlandse kerken heeft veranderd in de afgelopen 44 jaar? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja? Ja. Ik denk dat de grote ommezwaai is geweest. Er is een momentum geweest op Vierhouten. Met Broeder Kits, die namens de traditionele wereld, de traditionele kerk, vergeving uitsprak over het feit dat die evangelische en Pinkse beweging eigenlijk een beetje verketterd werd en verketterd was. En hij zei dat echt fout was. We hebben toen ook gezamenlijk avondmaal gevierd. En dat is een momentum geweest dat eigenlijk die deuren open gingen, ook voor de traditie om naar die Pinksterconferentie te komen. Dat was heel bijzonder. Dat is zo'n moment in de hemelse gewesten, waarin je zegt van, hey, wauw, daar is God aan het werk geweest. Ja. En als je nu ziet, van Rooms-Katholiek tot Pinkster en van gereformeerde gemeente tot aan, alles komt naar dat terrein. En dat is gewoon prachtig om te zien, in eenheid. En je trekt met elkaar op, je gaat gezamenlijk, sta je in de rij voor de toiletten en de douches en noem maar op, er gebeurt iets. En het wonderlijke is dat mensen die seculier op ons terrein komen, mensen van televisieploegen of andere, ja, die ervaren dat ook. Die ervaren die atmosfeer van eenheid op dat terrein. Dat kunnen ze niet omschrijven. En we hadden een jaar of 2, 3 geleden iemand die kwam van Pinkpop. En die kwam op dat terrein en zei, ja, hier hangt zo'n andere atmosfeer. Hij kon het niet goed verwoorden. Hij zei, maar dit is mooi, dit is mooi. En dat gebeurt gewoon. Ja. Als je dat dan hoort, hè? Dan denk jij natuurlijk, ik weet wel wat dat is. Ja. En wat is dat dan? Dat is de Heilige Geest. We zijn deze week begonnen natuurlijk met het team en dat doen we altijd met een bidstond. En ik roep altijd, dat doe ik al zolang ik de leiding heb daar, van wij bouwen een werkplaats voor de Heilige Geest. Een werkplaats waar God aan het werk kan. En we zijn hier heel erg druk bezig met het bouwen van tentjes, het neerzetten van stoelen. Maar uiteindelijk komt er een momentum dat je, die massa die komt dan binnen. En dan mag je eigenlijk op een stoel gaan zitten kijken wat God gaat doen. Want dat is niet iets wat mensen kunnen doen, dat is wat God doet. God heeft daar de regie in. En daar ben ik van onder indruk. Dat is, en dat kan op hele subtiele manieren zijn bij een klein kind wat op school weggepest wordt. Die daar
opgebouwd wordt en voor gebeden wordt. En dan later, en dat hebben we in het verleden meegemaakt, dat je dan een briefje krijgt van joh, ik kwam op school en het is anders gegaan. Het is anders geworden. En niet omdat zij veranderd was, maar omdat God dat gebed van het kind wilde verhoren. En daar in school ingreep in harten van andere kinderen. En dat zijn dingen, dat kun je niet regisseren, maar het gebeurt wel. En huwelijken die hersteld worden. De bar die opgeruimd wordt. Het is natuurlijk een immens gebeuren. Hè. We verwachten zo'n 60.000 mensen met mooi weer. In die anonimiteit van de massa, met een pastoraal medewerker die jou opvangt, kun je je verhaal werkelijk kwijt. Want je weet, ik zie die persoon misschien nooit weer. Het klinkt bijna tegenstrijdig. Hè? Het is zo massaal, je zou zeggen, daar gaat het individu aan ten onder. En je ziet juist dat het individu daar gezien wordt. Ja, maar dat is het mooie van God. God die kijkt, hè, de pers en iedereen eromheen die zegt, wauw, wat mooi, wat groot. En ziet de massa. Die ziet de massa. Ja. En God ziet het individu. Die ziet dat kind, die ziet dat die tiener die vastgelopen is, die het niet meer ziet zitten. Dat is God. En dat is ook, dat maakt het ook legitiem om dit te organiseren. En natuurlijk mogen we feest vieren. Natuurlijk mogen we met elkaar ons geloof uitzingen en God echt groot maken. Want als dat niet zou gebeuren, je zegt dat maakt het legitiem. Stel dat het allemaal niet zou gebeuren. Zou je dan zeggen, dan moeten we er meteen mee stoppen? Ja, zou ik mee stoppen. Ja? Ja. Als God daar niet de kans zou krijgen, zou ik direct stoppen. Zou ik nu alles al stilleggen? Zou ik zeggen, jongens, ruim het maar op, want het heeft helemaal geen zin. Je hebt geen behoefte aan een evenement? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik kan overal in Nederland tentjes neerzetten, een leuk muziekgroepje laten komen en zeggen van, nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God aan het werk kan. En dat is het unieke van het christendom, en dat moeten we ons goed realiseren. Wij in de pers en om ons heen wordt heel vaak gezegd, die kerk is gedaan en noem maar op. Weet je, ons geloof is een levend geloof, omdat God ervoor gekozen heeft om in ons te willen wonen, met zijn Heilige Geest. Ja. En dat mag ik elke dag ervaren. Dat mag ieder mens, als hij die naar uitstrekt, ervaren in zijn leven. En God gaat aan het werk. Gert die ervaart het in zijn werk als zandkunstenaar, dat God hem daarin stuurt en leidt en mensen op zijn pad brengt. Jij zult het met Yves hebben. Dat is wat God doet. En die realiteit, toen ik tot bekering kwam, heb ik God 3 vragen gesteld. Dat was, ik wil graag dat u mijn leven leidt. Nou, dat had hij al gedaan voordat ik christen werd. Ik wil graag u elke dag in mijn leven ervaren. Dat doet hij. Ik ben 64, ik was 18 toen ik tot bekering kwam. En dat heeft hij elke dag waargemaakt. En tuurlijk zijn er momenten geweest dat je wat verder weg bent. Hè, dat je zelf het verslonst. Mm-hmm. Dat je net als met je eigen vader, dat je even geen contact hebt. Ja. Maar hij is er elke dag geweest. En ik heb gevraagd, ik wil graag dat u in mijn leven spreekt. En dat heeft hij letterlijk gedaan. Dus weet je, het is een realiteit. Het is niet de God van een boek. Het is niet een God zomaar op afstand, maar het is een God die elke dag met mij onderweg is. Ja. En dat wil hij voor ieder mensenkind. Ja. En dat maakt het zo kostbaar. Ja, mooi. Ik wil nog heel kort even een paar namen van sprekers waarvan je zegt, daar ben ik heel blij mee dat hij of zij daar staat. Prima. Wie zijn dat? Jurriën ten Brinke. Die is van de Kerk Hoop van Amsterdam en Hoop van Noord. We zijn in die gemeente geweest en we kennen natuurlijk al het verhaal. Een kerk in het midden van Amsterdam die relevant wil zijn, die echt een andere plek biedt. Weet je, wij hebben, dat zeg ik wel eens vaker, de kerk tot een soort theater gemaakt waar iemand een kunstje doet op het podium. Ik chargeer een beetje. Ja. We zingen dan, we hebben nog een goede band erbij misschien vaak en dan dat maakt het. Maar God wil gemeenschap. God wil dat we met elkaar onderweg zijn. God wil de geloofsverhalen horen. En in die gemeente wordt dat op een andere manier gebracht. Daar zie je moslims in de zaal zitten. Ik vond het zo indrukwekkend om te zien. Gewoon omdat ze ervaren van hier gebeurt iets. Iets tastbaars. Het geloof is een realiteit. Nou, dat maakt het kostbaar om zo'n man te hebben. Ja, mooi. En nog één? Otto de Bruyne natuurlijk op de maandag. Nou, Otto is natuurlijk een verhaal op ja, zich. Ja, prachtig. Ja, is... Ik ken hem al heel lang. Ik heb heel veel met hem opgetrokken in het verleden. En ja, hij leeft zijn geloof. En dat, dat is gewoon kostbaar. En dan is het daarnaast nog een woordkunstenaar die
ongelooflijk zeggingskracht heeft. Een heerlijk puur mens. Een heerlijk puur mens. Ik vergeet nooit, we hadden een medisch congres en daar sprak hij. Ja. En hij is natuurlijk in de Lappenmand terechtgekomen door medisch falen. Ja, behoorlijk. Ja. Dus er zat een hele zaal met dokters en verpleegkundigen. En hij kwam in een witte jas dat podium op. En Otto de Bruin in de witte jas het podium op. Ik zie het voor. Het was wel heel bijzonder. En het eerste wat hij zei van, nou jongens, dat ik zo'n krakkemikker ben, dat is jullie schuld. Zo begon hij. Vrienden maken. Maar dan ging hij uitleggen, maar ik heb jullie vergeven. En, dat had zo'n impact, want het was gewoon ook zo. Het was een medisch miskleun met hem. En hij is nog steeds gehandicapt. Ja. Maar de manier waarop hij daarin stond en hoe hij dat vertelde... en hoe die mensen raakte met de vergevende kracht van het evangelie... Ja, dat vond ik ijzersterk. Ja, dat is Otto. Ja. Ja. Voor mensen die nu nog denken, ik wil naar opwekking... zijn er nog plekken op de camping? Er is altijd plek. Er is altijd plek? Ja, er is altijd plek in de herberg. Oké, dus op naar de website opwekking.nl. Nou, ik denk niet meer dat we via de website... Je kunt gewoon naar het terrein komen. Okay. Iedereen is welkom, we hebben altijd plek. Er is altijd plek in de herberg. Altijd plek, Dit keer in Walibi. Nou, gegevens zijn dan te vinden op de website opwekking.nl. Joop, dankjewel. Ik wens je heel veel plezier ook, want het is ook echt een feest. Tot slot, wat is jouw gebedspunt? Nou, dat inderdaad mensen die intimiteit met God gaan ervaren op dat terrein. En dat Gods geest daar echt uitgestort wordt. Ik geloof dat heel veel jonge mensen met name verlangen naar de realiteit van God in hun leven. En dat is mijn gebed, dat zij daar op dat terrein die intimiteit met God gaan leren ontdekken. Mooi, dankjewel. Alle gebedspunten die worden genoemd in deze uitzending, ik verzamel ze voor u. En straks tegen 11 zet ik ze nog even op een rij. Het gastenboek. De gasten van gisteren hebben een leuke vraag voor jullie bedacht. En kijk, alle vragen op één pagina. In het verleden kreeg iedereen één pagina om daar één vraag op te zetten. En we hebben nu echt milieubewuste mensen. Ik heb een ingewikkelde vraag. Tom Zoutewelle was hier gisteren de gast. Nancy Rochtenberg en Mirjam van der Vecht. En ze hebben de volgende vraag voor jullie bedacht. Wanneer was jij voor het laatst bang en besloot je moedig te zijn? En wat gebeurde er toen? We hebben nog 3 minuten. En het is een hele ingewikkelde vraag. Wanneer was jij voor het laatst bang en besloot je moedig te zijn? En wat gebeurde er toen? Kennen jullie het fenomeen bang? Ja, op zich wel. Ik denk, het is realiteit in het mensenleven dat je angst hebt. En, ik moet meteen denken, ik ben 1,5 jaar geleden naar IFES gegaan om daar directeur te worden. Daarvoor zat ik in het bedrijfsleven. En de stap van in het bedrijfsleven naar het leiden van zo'n kleine organisatie was wel een stap die met mij ook met de nodige angst gepaard ging. Van, is dit verstandig? Het was een beetje als Mozes bij de braamstruik. En dat leren we ook onze studenten. Heel vaak gebruikt God gewoon je op de plek waar je bent. Maar soms plaats je je op een kruispunt. Mm-hmm. En dan word je uitgedaagd om uit de comfortzone te gaan. Ja. En dat was voor mij dat moment. Maar het hele mooie is, ik moest daar ook aan denken bij die tweet van David... je merkt dan dat God dichtbij je is en dat hij ook vormt. En niet per se door meteen al je problemen op te lossen, maar wel door bij je te zijn en om je de kracht te geven om dat te doen. Ja. En dat is mooi, denk ik. Ja, mooi. Bang, dat is alweer een tijd geleden. Iemand die ik ongelooflijk lief heb, die dreigde ik te verliezen. Die zijn we 2 dagen kwijt geweest. En dat was heel heftig. En dan gaat er alles door je heen. God moest echt ingrijpen in mijn leven om mij dat vertrouwen te geven van, joh, het komt goed. Ik ben erbij. Ik heb jou beloofd voor je geliefde te zorgen. En het is ook inderdaad goed gekomen, meer dan goed zelfs. Maar dat zijn momenten, dat je even... ik heb op een industrieterrein vlakbij waar wij ons kantoor hebben, 's nachts uitgeschreeuwd naar God van, waar bent u nu? Ik heb u nu even nodig. En het was er ook direct dat moment dat God zei van, maar ik ben er. En ik los het op. En het komt goed. Ja. Dus met de angst, je bent naar God gegaan. Ja. En hij
sloeg zijn arm om je heen. Ja. Ja. Dat is heel troostend, hoor. Ja. Nou, de woorden die jij net uitsprak, want ik kon even niets bedenken. Ik schreeuwde het uit. Ik denk dat dat doe je vanuit een nood, een angst. Ja. En dat heb ik ook wel ervaren. Ik zat op een opleiding in Amerika. Ik wilde daar memespeler worden. Althans, gediplomeerd memespeler. Ik wilde gewoon de beste worden in Nederland. En dat ging allemaal gigantisch mis. Een heel lang verhaal kort. Ik ben het land uitgezet en allerlei toestanden. En ik kwam in Nederland en ik schaamde mezelf. Want ik kon natuurlijk mijn vrienden niet onder ogen komen. Ja. Mijn familie. Het was mislukt. Het was mislukt. Ja. En ik denk, Heer, ik ga voor u naar Amerika. En ik wil u gaan dienen in Nederland. Wat maakt u me nou? Ja, wat maakt u me nou? En toen maakte God heel erg duidelijk van, wie wilde je nou dienen? Jezelf of mij? Ben je werkelijk bereid dan ook te lijden in mijn naam? Ja. En af te zien van jouw domme plannen, ja. Want ik had ze zonder God gemaakt. En toen heb ik tot de polder waar ik woon uitgeschreeuwd naar God. Ik voel me eenzaam, ik voel me ook echt heel naar. Maar wilt u mij vooral weer op het rechte pad zetten, want ik ben afgedwaald. Ja. Mooi. Ja. Nou, dank jullie wel voor jullie persoonlijke verhalen. Jullie mogen een vraag bedenken voor de gasten van donderdag. Wij gaan er even uit voor de reclame. We zijn er zo weer.